Wie zondagmiddag een wandeling door de Leeuwarden Prinsentuin maakte, kwam oog in oog te staan met beroemde Leeuwarders die op deze zondagse zomerdag uit het verleden waren teruggekomen. Elk vertelde zijn of haar eigen historie, die soms wel even werd rechtgepraat. Nienke van Hichtum, Pier Pander en Jan-Jacob Slauwerhof doken plotseling op tussen het struikgewas. Marijke Meu, Saskia van Uilenburg en Us Haidt begonnen zomaar tegen je te praten. Oog in oog met de zwoele blik van Mata Hari. Een verrassende middag in de Prinsentuin door de acteurs van het AXA Theater. Willem Lodewijk van Nassau, van harte welkom. Welkom in ons lusthof. Zo triest verhaal eigenlijk. 1584. Mijn oom, Willem van Oranje, werd vermoord door Balthasar Gerards. Juli 1584. Hij was stadhouder van Groningen, Friesland en Drenthe. Dus eigenlijk was hij eerst hier de eerste stadhouder. En Willem had al kenbaar gemaakt bij zijn leven: als ik er niet meer ben, dan zou ik het leuk vinden als jij mijn taken in Friesland overneemt. Nou, 1584, onverwacht moment. Kon ik hier hals over kop hier naartoe, naar het Friese land. Ach, Leeuwarden, wat was het eigenlijk? Ongeplaveide straten, onbeschoeide grachten, dat stelde helemaal niks voor. En toen werd het in één keer koninklijk. Oh ja, en in 1587 leerde ik wel zo'n charmante dame kennen. Anna. Ja, Anna van Oranje. Dochter van Willem van Oranje, was mijn nichtje. Zit niet zo vies te kijken, zeg. Ja, je doekje wordt steeds lelijker, joh. Ja, nee, je zit vies te kijken. He, neef en nicht, vreed licht. Ja. Ja, mijn arme Anna is als eerste naar binnen gedragen in het praalgraf in de grote kerk. In 1588 door het Oranje Poortje. En in 1620 volgde ik. En Maria Louise Marijke Meu als laatste in 1765. Maar toen kwamen die verdomde Fransen. En die hebben ze het hele praalgraf tijdens de Bataafse opstand hebben ze helemaal aan gort geslagen. Het marmeren praalgraf van mijn Anna en mijn graf. Helemaal van marmer, helemaal kapot. En 2 weken later, in augustus 1795, kwamen ze weer om. En toen hebben ze de 15 kisten van de familie opengetrokken. De sieraden gejat. En toen hebben ze ook nog met het hoofd van Marijke lopen voetballen op het veldje naast de kerk. Ze heeft er nog een vreselijke migraine aan overgehouden. Schande, vreselijk. Ze hebben het fluweel uit de kisten gerukt. Ze hebben het zilver gestolen. Ze hebben zelfs nog met mijn hoofd lopen voetballen op het Jacobijnenkerkhof. Ik heb er nog een vreselijke migraine aan overgehouden. Ja. Er zit hier ook een deuk. Hier zit een deuk. Gaat nooit meer weg. Ja, als het regent, dan loopt het vol. Schande. Ja, vreselijk. En dan moet u weten, mevrouw, trouwt nooit kunstenaars. Nooit. Want ik was nog niet dood. Of hij beschilderde met zijn kwastje al de huishoudster. Hendrikje Stoffels, de slet. En toen stierf zij. Dus ik dacht, eindelijk rust. Maar nee, hij liet mijn graf ruimen omwille van haar. Ik werd geruimd. Mijn graf, dat is toch schandalig? Het is net goed dat die man van armoede is gestorven, die Rembrandt. Nee, ik had beter naar mijn vader moeten luisteren. Dat was echt een hele intelligente man. Hij was medeoprichter van de Universiteit van Franeker. En het was een vriend van Willem van Oranje. Ja, nou. Dus daarom, dames en heren. Laat u nooit inpalmen door die kunstenaars. Want met een kwast komen ze met de meest kleurige verhalen. En de rest? Ik zal u vertellen, aan wal had ik destijds veel meer vijanden dan vrienden. Mijn collega's die begrepen mij niet. En daarom ben ik maar de vaart op gegaan. En heb gevaren in Indië, Japan, Amerika. Ja, ik heb daar wat beleefd wat dat betreft. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, zolang ik weet dat ik in wildernis, in steppen, stad en woud dat onderkomen kan vinden, deert mij geen bekommernis. Maar ja, steppen, stad en woud, dat werden water voor mij. Ik was echt veel liever, was ik in het warme buitenland, dan hier. Dat was namelijk ook beter voor mijn longen. Dat snapt u wel natuurlijk, hè? Ja, lekker een beetje die warmte. Hè? Maar ondanks dat kreeg ik influenza, longontsteking, malaria, TBC. Moet ik doorgaan? Ik moet een stapje achteruit. Ja, wat dat betreft wel. Maar ik zette mij altijd te rusten op het schip of tegen een boom aan.
En dan bleef ik maar schrijven en ik bleef maar schrijven. En ik was productief. Zo, wat was ik productief. Achteraf, zo na mijn dood, heb ik wel eens eventjes beseft. Hè, want dan lig je zo lekker, dan moet je toch wat nadenken. Zo van, nou, volgens mij heb ik geprobeerd het verdriet van mij af te schrijven. Want ik heb namelijk een kind verloren. En mijn vrouw die kon niet zo goed over mijn ziek zijn. Dus die wilde eigenlijk scheiden. Het zal lang duren, maar de tijd zal komen dat voor de nacht mij de oude kracht ontbreekt. En te vergeefs om zachte woorden smeekt waarmee ik wel eer kon bouwen en de aarde. Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de plek waar mijn graf in het donker openbreekt. Was getekend Jan Jacob Slauerhof, 38 jaar geworden, 5 oktober 1936 te Hilversum. Ik zou zo zeggen, diegenen die mijn verhaal hebben gehoord, laat mij maar even met rust. Ja. En bedankt voor uw aandacht.